Illustreer op die volgende diagram die invloed van de specifieke accijnsbelasting op die ewigsprys en die hoeveelheid sigarette. En dan die wenk, onthou om jou diagram byskrifte te gee. Ons moet dit illustreer. Mark vir goedere en dienste, sigarette, prys, hoeveelheid, vraag na sigarette, die aanbod na sigarette, waar die hoeveelheid gevraag gelijk is in die hoeveelheid aangebied, het ons die ewigsprys en die ewigs hoeveelheid. Nou, as jy nie symbole wil gebruik nie en meer gemakkelijk is om te sê, okay, goed, een pakkie sigarette is R30 en 100 is die ewigsprys, doen so. Wat belangrijk is, toon die effect van een specifieke accijnsbelasting. Accijnsbelasting affecteer die aanbod van sigarette. Ja, die producent sal die belasting probeer afwentel na die verbruiker toe. So die aanbodkromme word beïnvloed. En ons kan dit illustreer deur een opwaartse verskuiwing van die aanbodkromme. Ons bereik een nieuwe ewigsprys en hoeveelheid. Sê maar een prys van 35 en hoeveelheid 90. Goed. Het ons die vraag beantwoord? Illustreer die effect van een belasting op die prys en hoeveelheid sigarette.